Ja! Yeah. Waar moet ik beginnen? Ik ben echt shook. Kijk, dit kan toch niet? I'm in vintage heaven. Love. Applaus voor deze kringloop. Good morning. Good morning, good morning, good morning. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag weer een nieuwe weekendvlog. Een super mooie dag. En ik ben onderweg naar Zeeland. En denk je misschien, wat ga je doen in Zeeland? Ik ga naar mijn vriendinnetje Eva. En dit is echt zo'n weg dat je eigenlijk alleen maar rechtdoor moet voor echt 40 kilometer of zo. Door het platteland. Dus ik dacht, weet je wat? Ik zet mijn camera neer. En we gaan lekker kletsen. Even up-to-date blijven met z'n allen. Vandaag lekker naar het strand. En ik moet nog een foto maken voor Alpro. Voor de mensen die niet weten, ik ben dit jaar ambassadeur voor Alpro. En dat vind ik echt super leuk. Want ik ben echt obsessed. Obsessed met Alpro. Kijk. Ik heb dus geen meeneembeker. Ik moet er echt een hebben. Dus als je nog tips hebt voor een duurzame... Ik zoek zeg maar zo'n meeneembeker. Maar dan die ene van die je eigenlijk van plastic hebt. Zo lang. Met zo'n platte deksel en dan doorzichtig. Eigenlijk zoek ik dat. Maar dan dus niet van plastic. Wie weet hebben jullie tips? Hey, we gaan in de summer vibes. Hey, I like you. Ik zag trouwens dat er echt super grote kringloopwinkels waren in Zeeland. Want, oh mijn god, in Middelburg was echt super grote. En nog één, ik weet niet waar. Dus het liefst zou ik er nu heen willen. Ik ben nu in Kruiningen. En altijd als je hier bent, dan ruik je de aardappels. Dus, ik ben al bijna. Ik ben met Eve. Wij zitten bij... Waar zitten wij? Waar zitten wij nou? Kiki Beach? Nee. Contiki Beach. Aan de beach. We zijn even aan het kijken wat we gaan nemen. We hebben allebei deze genomen. Beach cocktail, alcoholvrij. Super lekker denk ik. En ik denk dat ik deze ga nemen. Of de Vega plank. Oh, oh my god, wat luxe. Yummy. Mam en ik hadden heel veel zin om naar de kringloop te gaan. De kringloop heet Goedkoop en Zo. En ik ben hier nog nooit geweest. Het is echt tegenover het park van Breda. En het is echt raar dat ik nooit in deze kringloop ben geweest. Want ik kom best wel vaak in Breda. Heel veel zin in. En er staat op 1500 vierkante meter volgens mij. Kan dat? Misschien gewoon even uit de auto gaan of niet? I'm excited. Dit is het. Oh nee, het is... 2500 meter, vierkante meter. Wow. Kijk, die etalage. Oh, die kleding ook. Wow. Oh, dit kastje is echt super mooi. Yeah. Waar moet ik beginnen? Ik zoek echt weer even een mooie blazer. Mijn moeder zegt dat alles 2,50 is. Nou, leuk. Dit is cute. Oh, dit is leuk. Boho. Dit vind ik heel cute. En dan met zo'n wit koptopje. Ja, ik denk dat ik die mee ga nemen. Waar hangt het? Aan de tas. Ik ben dus niet specifiek op zoek naar iets. Maar wel leuk om... Gewoon even kijken, toch? Wie weet vinden we nog parels. I'm in vintage heaven. Ik vind net dit topje. En hij is van Miss Ethan. En nu denk je misschien, een beetje grandma. Maar als je dit open doet, een beetje zo. En dan heb je mom jeans. Doe je het erin. Ik denk oprecht dat het leuk is. En ze vertelt dat de topjes zijn 2,50. En verder de broeken 4 euro. En de truien ook 2,50. Ah, geweldig. Super veel schoenen ook. Holy shit.
hoek. Echt prachtige kleur. Alleen hij is te groot. Kijk. Deze is ook leuk. Kanda, dat is ook van Sena. Wat vind ik hier nou van? Ik vind het wel cute of zo. Dit zijn de sportdingen. Dit is een mood. Dit is echt een mood. Dit is het mannengedeelte. Ik keek eventjes bij de blazers. En ik hou echt van oversized blazers. Maar kijk, deze is ook meer in de lengte. Ik ga het passen. I love it. Deze winkel is zo groot. Ik ben echt shook. Wauw. Hoe leuk is deze bank? Ik vind deze bank echt cool. Ik zou hem niet zelf nemen, maar €55. Hoeveel is het kastje? 5? Ja, het is niet veel voor €5. Het enige nadeel wat ik vind is dat er geen prijs op staat. Dat vind ik echt heel irritant. Dan moet je het steeds gaan vragen. Cute. Echt, ik vraag me echt af waarom ik hier nog nooit ben geweest. I'm shook. Is er ook nog boven, mama? Oh, er is ook nog boven, mensen. Oh, geweldig. Pretty. Love. Mama. Ja, nu? Wat een leuk plateau ding. Dat vind ik echt heel leuk. Maar ja. Heb ik een plek voor? Nee, geen plek. Wat is dit dan? Onderleggers, denk ik. Deze spiegel. Zo leuk. Mooi. Een bun. Voor de buns. Om te steamen. Nou, ik stopte natuurlijk bij deze hoek. En ik zag eerst al deze potjes die ik vet cute vind. Toen zag ik deze. Ik vind het zo leuk voor mijn sieraden. Love it. En het gaat maar door, mensen. Ga maar door. Wilt iemand bier? I got it for you. Alles is hier. Je weet toch soms als je niet eens meer weet waar je moet kijken. Nou, dat heb ik nu. Zo, deze is ook wel heel mooi voor salades. Wauw. Oh god, kijk dit, dit kan toch niet? Dit kan toch niet waar zijn? Nou, ik ga, hè. Jezus. Maar er zitten ook jouw dingen bij, hè, mama, manier, hè? En dan, als je naar boven gaat, allemaal lappies. Super laag plafond. Heel cool. En aan de andere kant zijn stoelen en dit soort cute dingetjes. Ik ben in de badkamer. En ik hou van deze badkamer. Love. Ik ga nog eventjes de 3 items passen die ik had gevonden. Oké, ik heb de blazer aan. Hij is dus zeg maar perfect qua lengte. Echt perfect. Maar hij is dus best wel wijd. Waardoor hij ziet er wel echt gewoon te groot uit. En dat vind ik wel jammer. Terwijl hier is hij super mooi. Ik dacht echt, dit is het. Maar nee. Net te wijd. En vooral, ik ben best klein. Dus helaas. Ik heb het truitje aangedaan. Maar de vibe is er. Ik weet het niet. Het is net niet of zo. Nee. Ze zeggen altijd bij twijfel niet doen. Dus ja. Love. Echt super leuk. Oh my god. Dat vind ik nou echt leuk. Ik ga deze innemen. Deze heb ik al helemaal in mijn hoofd toen ik het ga stylen. En dit super leuke Miss Ethan shirtje. Ja. Wij zijn weer in de auto. En dit was echt... Applaus voor deze kringloop. Love. Dit was mijn favoriete kringloop. Ik denk dat het mijn favoriete kringloop was. Het enige minder wat ik vond, dat er geen prijzen op stond. Maar mama zei al dat het niet duur... Auw. Dat het niet duur was. En dat bleek. Want ik had voor de home dingetjes had ik maar €11. Ik zal straks nog wel laten zien wat ik al heb gehaald. En qua kleding heb ik dus het t-shirtje en dat vestje gehaald. En dat was bij elkaar €4. Nou, jongens.
Dus we gaan naar huis. Ik ben zo blij. Yay. En die vrouw was super aardig. Ja, en mama heeft ook nog een kastje gehaald. Als je het ziet. Ja. Let's go home. Nou, inmiddels ben ik weer thuis. En ik wilde jullie nog eventjes de home spulletjes laten zien die ik nog heb gekocht. Allereerst deze soort van pilaar volgens mij. Hij stond eerst zo. En het is dus eigenlijk voor een kaars, zoals je kan zien. En ik dacht, hup, we draaien hem om. En misschien verf ik hem nog wel. En dan kan ik hierop een plant doen. En ik vond het zo mooi. Best wel groot. En hij was 4 euro. Ik vond hem echt super mooi. En dan misschien kan ik nog even schuren, verven. Vond mama nog deze tas. En ik zoek eigenlijk nog een laptoptas, want ik heb geen hoes. En weet je, romanen en geen hoesen, dat gaat gewoon niet samen. Dus we vonden deze laptoptas. En hij is echt super mooi. Ik heb allemaal dingen die ik heb gekocht ingedaan. Maar we vonden hem echt super mooi. En deze was 4 euro. Echt nog helemaal nieuw. Dus hier ben ik echt super blij mee. En even kijken. Ik heb dus de salade. Ah. Ik vond hem echt zo mooi. Volgens mij was deze 1,50. Echt prachtig. Ik hou ook echt van deze kleur. Echt pretty. En ik heb deze nog gekocht. Deze was ook iets van 1 euro. En ik vond het zo mooi om een sieraad in te doen. Of misschien nog iets anders. Ik weet niet, misschien mijn jade roller. En dan nog watjes. En ik ga hem even helemaal goed schoonmaken. Maar ik vond het echt prachtig. Mijn cappuccino glas. My god, kijk even de vibe. De vibe, mensen. Check de vibe. En hier kan je echt vet mooie cappuccino maken. Dus dat ga ik doen. Ik vond het echt super mooi. En ik heb natuurlijk al van dit soort keukenspulletjes. En toen vond ik ook nog dus deze. Tadaa. Deze is iets groter. Maar eigenlijk lijkt wel of ze bij elkaar horen. Maar ik heb ze dus apart gevonden. En dan heb ik nog het bordje erbij. Van eentje. Eigenlijk hoeft het niet per se erbij. Maar ja, weet je, het hoort erbij. Hi Jingo. Dit is mijn hondje. Nou, en mama heeft dus deze super mooie bordjes gevonden. Vind je ze ook mooi? Ja. Oh, ze hebben een IKEA. Nou, er zat er 4 voor 2 euro. Echt mooi. Love. En ze had ook nog deze mooie bureaulamp. En die was ook 4 euro. Nou, ik denk dat we geslaagd zijn. Of niet dan? Of niet dan? Dat was het. Nou, nu ga ik alles weer opruimen en schoonmaken. Zo, daar ben ik weer met mijn korte review over deze kringloop. Vorige keer las ik in de reacties dat jullie dit erg leuk vonden en handig. Dus vandaar. Ik vond deze kringloop oprecht zo leuk. Ja, 2500 vierkante meter. Nou, dat is echt superveel. Er was qua kleding veel keuze. Er was qua home heel veel keuze. Het enige nadeel wat ik vond was dat er geen prijzen op de producten zaten. Dat vond ik wel jammer, want ik moest aan het einde dus gewoon vragen van hoeveel is dit en hoeveel is dit. En nu was het echt goedkoop. Alleen vind ik het heel erg fijn om voordat ik iets pak te weten hoeveel het kost. Maar verder vond ik het echt een top kringloop en ik raad hem ook echt zeker aan. Hij zat echt tegenover het park in Breda, dus dat was super chill. En nou, dat was ze weer. Hallo, wat doe jij op mijn yogamat? Ik haal de yogamat tevoorschijn. En wie komt hierop zitten? Meneer. Oh, kijk hoe cute. Nou, ik doe deze mooie slof even uit. Hij wil per se meedoen. Nou, top. Let's go. Ik heb deze nog nooit gedaan. Movement Medicine Energy Practice. And today on our Movement is Medicine Practice, we have a 15-minute... Ik had het geweldige idee om koekjes te maken. En nu zien ze er echt super lekker uit. Echt geweldig. We zien deze. Oeh. Nou. Je eet ze. Niet te kanen. Nou, dat was sad. Dat was even mijn. Gak voor gamma. Yummy. Thank you. Dit is toch echt amazing. Nou Jas, let's go. Koud? Ik moet hier zitten. Doe het. Ik kom er ook wel even. Oh my god, ja.
terug verder. Nee. Hij is niet glad en nu wordt hij glad. Wow. Dat is weer yoga. Ja. Heel fijn. Ja, jammer dat we niet kunnen zitten, hè? Ja, maar... Jelsen en ik zijn lekker weer kralings plas. En we zijn eventjes naar de grond verplaatst. We willen graag even mediteren. Oh, dus dat gaan we nu doen. Dus we gaan even mediteren. Oh, als je gewoon even luistert, luister even. Oh, even een mededeling. Ik ben gisteren van de trap afgeflikkerd. Echt heel... Ik heb het niet verteld. Nee. Echt, gisteren. Ja, gisteren echt heel hard. Oh, kijk hoe cute. Is wel lekker, hè? Ja. Ik had zo'n wijde... Ik ga gewoon het verhaal vertellen. Ik had zo'n wijde pijpbroek aan. En die pijp ging soort van heel weird zo in elkaar. Waardoor ik soort van eerst op de trap treden, zeg maar, viel met mijn ass. En toen zo, boom, zo naar beneden. Echt, ja. Ja. Dat is echt niet normaal. Allemaal spullen in je handen. Ja, allemaal spullen in mijn handen. En toen, dit. Maar dit valt nog mee. En mijn hele enkel doet pijn. Maar op zich gaat het nu wel. En het is gelukkig niet dik geworden, dus... Ja. En je kan ook lopen. Ja, dus thank god. We need some meditation too. Process everything. Process everything. Jas en ik gaan deze meditatie doen. We hebben allebei één oortje in. Oké, let's go. Jas, nou kan je even uitleggen wat we gaan doen? We gaan kajakken. En we moeten ons hier omkleden. Jos en ik hadden het geweldig om te gaan kajakken. Ik wil mijn kamer weer, maar ik durf niet. Ik denk dat dat slim is. Als we vallen. Maar we gaan toch niet om, denk ik. Nee, maar ook als er water in de kajak komt. Hallo. Nou, ik heb me omgekleed. Ik wil je even mijn badpak laten zien. Want dit badpak is echt mijn favoriete badpak ever. Hij is van Lovies, wacht. Ik heb hem al heel lang. Ik vind hem zo pretty. Wij gaan kajakken. Ik denk dat ik jullie niet mee ga nemen, want... Ik ben gewoon bang dat mijn camera nat wordt. Wat vonden we ervan? Zwaar. Het was zo zwaar, maar zo fucking leuk. Het was echt leuk. En de volgende keer als we dit gaan doen, dan neem ik jullie wel mee. Want we dachten, misschien kan het niet, maar het kan op zich wel. Op het water hadden we ook nog de tijd gevraagd. Want ja, we hadden natuurlijk geen horloge mee. Nee. Dus ja. Oh, het was echt heel cool. We hebben dit geboekt bij Fun Forest in Rotterdam. En het is bij Kralingse Plas. En het was dus €17 voor twee personen voor een uur. Ik krijg dus ineens twee PR-pakketten binnen. Eentje van de Bruin PR en de andere van Simply PR. En ik ben echt super benieuwd. Deze is echt groot. Wil jullie graag als een van de eerste onze nieuwste variant om ontbijt gaan en laten proeven? Zo'n mooie bol. Zonnatura rode biet en appel. Oké. Wat leuk. Ik kan mijn eigen bieten planten. Nah, jongens. Ik vind het altijd leuk om PR-pakketjes te krijgen. Want het is altijd een verrassing. En ik vind het gewoon cute dat ze het doen. Dit is echt fantastisch. Er zit gember in. Mijn favoriete kokosolie. Deze twee super kleine plantjes. Hydraterende gel. Fade in Nature shampoo. Shampoo hoor je mij. Shampoo. Oké, gewoon shampoo. Hallo. Van Jacob Roy. Gember face wash. Nou, dat heb ik echt nog nooit van gehoord. En dit is een crème. Amazing. Een gele klei curcuma masker. Love. Aloe vera shampoo. Ik gebruik zelf altijd de Dr. Organic coconut shampoo. Die is echt heel fijn. En als laatste zit er nog een masker in van honing. Dit is van Holland & Barrett. Clean Beauty. Dank u wel voor deze leuke verrassing.